4.7, vergelijkingen en ongelijkheden. Daar gaan we het vandaag over hebben. Het is het laatste puntje van dit hoofdstuk. Mocht je zeggen van, amai, dat is een lang hoofdstuk. Dat klopt, het is een lang hoofdstuk. Het is ook niet het moeilijkste, vind ik. Het is vrij technisch, dat wel. Dus een beetje zorg dat je correct rekent. Daar komt het op neer. Meer is het niet. Het is niet zo inzichtelijk. Allee, op zich, het is rekenen. Maar wel belangrijk, omdat je dus ook een aantal mooie toepassingen daarvan hebt. En die komen dan helemaal op het einde, uiteraard. Laten we beginnen met exponentiële vergelijkingen. Ja, wat zijn exponentiële vergelijkingen? Wel, ik beweer dat je daar eigenlijk verschillende types in hebt. En die types die zijn vrij snel herkenbaar. Je gaat dat wel zien. Niet dat je daar veel fouten gaat in maken om te weten welk type het nu precies is. Macht van hetzelfde grondtal, zo noem ik dat. Hè. Voor alle duidelijkheid, dat staat in geen enkel handboek. Maar ik probeer die types zo'n beetje te herkennen. Ja, dat is my way of looking at things. Macht van hetzelfde grondtal. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, voorbeeld 1. Ik wil deze vergelijking oplossen. Dat is een exponentiële vergelijking. Waarom? Ja, omdat uw x in de exponent staat. Uiteraard. Ja, dat is een vergelijking. Ja, je hebt dat in het vierde jaar niet gezien, zo'n dingen. Hè? Omdat het is typisch dat de x in de exponent gaat staan. We herkennen ook exponentiële functies. Dus vandaar een exponentiële vergelijking. Macht van hetzelfde grondtal. Merk op, jullie kunnen opnieuw de chat gebruiken om mee te doen aan de les, uiteraard. Hè? Ja. Als je dit bekijkt, aan welk getal doet u dat denken? Of naar welk grondtal, wat zou ik dan bedoelen met eenzelfde grondtal? Waarom zou ik dat die naam geven, die techniek? Heb je daar een verklaring voor? Anders gezegd, hoe zou je die vergelijking oplossen? Is dit een voorstel? Het is ook niet te ver, het is helemaal niet zo moeilijk. 16 is 4 in het kwadraat. Dank u wel, Helena. Julie beweert herleiden naar grondtal 2, dat kan ook. Dat kan ook, ja. Maar nadeel is dan, Julie, dat je het twee keer moet doen. Hè? Dat je links naar 2 moet en rechts ook. Ja? In feite, als je naar 4 gaat, dan moet je links niet doen. Dan heb je het voordeel dat je het gewoon rechts kunt doen. Dus als je gewoon zegt, 16 is 4 in het kwadraat, dan staat er rechts 4 tot de 6x. Ja? En nu zijn we er. Want hier staat dat 4 tot de x kwadraat plus 8 gelijk is aan 4 tot de 6x. Dat wil zeggen dat x kwadraat plus 8 6x moet zijn. Ja, dus dat is typisch, dat is logisch, denk ik. Zeg niet, we schrappen de 4. Dat wordt soms wel een keer gezegd. Nee, hè. Eigenlijk niet, hè. Dat is niet wat je doet, hè. Je deelt ze niet weg. Of je... Nee, dat is eigenlijk niet waar. Wat je zegt is, ja, als de 4 tot de macht x kwadraat plus 8 gelijk moet zijn aan 4 tot de macht 6x, dan moet het zo zijn dat de machten op zich ook gelijk moeten zijn. Dat is eigenlijk de goede manier om het te vertellen. Ja. Dus zomaar de 4 schrappen, ik heb het hier ook bewust niet gedaan. Hè. Dat is eigenlijk niet echt de juiste wiskundige redenering. Ja, we bekomen dan een vierkantsvergelijking. Die kan je oplossen. Heb je geen rekentoestel, dan is dat nog gemakkelijker dan zonder rekentoestel, maar dat maakt niet uit. Hè. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat je altijd vierkantsvergelijkingen kunt oplossen en je vindt 2 of 4. Dus, macht van dezelfde grondtal wil eigenlijk zeggen dat je links en rechts dat je op zoek gaat naar een gemeenschappelijk grondtal waartoe dat het geleidt. En je eist dan, of je zegt dan, dat als je grondtallen gelijk zijn, dat je machten uiteindelijk ook gaan moeten gelijk zijn. Dat is het systeem van dit verhaal. Kun je zelf doen. Het is wel een les waarin je echt wel zelf veel kunt doen, vind ik. Ja, dus bijvoorbeeld, voorbeeld 2, voorbeeld 1 was natuurlijk maar een inleidingskin, hè. 2 is wat interessanter. 27 keer 1 negende tot de macht 4x min 1 is vierkantswortel 3 tot de macht x. Dat is een mond vol. Waarom past dat in dit type? Dat is een eerste vraag die je zou moeten kunnen stellen. Met andere woorden, welk grondtal zien we? Waar gaan we naartoe herleiden? Wat stel je voor? Kas beweert 3. Dat is de meest logische keuze. Ja, ik zou niet naar 9 gaan of iets dergelijks. Dat wordt te moeilijk. Hè? Dus hier zou ik echt wel zeggen, ga gewoon naar 3. Dat is het gemakkelijkste. Dus doe maar. Dat is rekenen, hè, mensen. Rekenen met machten. Dat is niet zo lastig, denk ik. Dus nu moet je een kladblaadje nemen. Dan moet je even aan de slag gaan. Hè. Thank you.
Oké. Ik hoop dat dat met je lukt. Ja, dan kun je dat alles herleiden naar 3. Ja, dan moet je op een bepaald moment zeggen van, en nu moeten de exponenten aan elkaar gelijk zijn. De machten. En dan bekom je een resultaat. Is er iemand bereid om dat resultaat te delen? Ik heb daar denk ik ook geen rekentoestel voor nodig. En je hebt één uitkomst, dacht ik. Tien op 17, Julie. Ja, dat is juist. Goed gedaan. Dus een paar tussenstapjes. Wacht, ik overdrijf. Allee, ik ga niet te veel doen. Hè. Ik bedoel, het is een kwestie dat jullie ook, mocht je dat nodig vinden, mensen, dat je dan die tussenstappen zelf toevoegt. Hè. Ik bedoel, er zijn kleuters meer, dus dat moet wat te doen zijn. 27 is 3 tot de derde. 1 negende is 3 tot de min tweede. Ja. Oppas hier, 3 tot de min tweede tot de 4 is min 1. Dat is 3 tot de min 8x plus 2. Ja. Dus pas op, die min wordt een plus, hè, omdat je natuurlijk maal die min 2 gaat moeten doen. En plus 2 plus 3 is plus 5. Hè. En hier heb je 3 tot de 1 tweede, dus 3 tot de x op 2. Die moeten gelijk zijn. Hè. Grondtallen zijn gelijk, machten zijn gelijk. Dat is een eerste graadsvergelijking oplossen. Resultaat 10 gedeeld door 17. Oké? Okay? Zeer herkenbaar, denk ik. Hè. Ik denk niet dat dat op zich een moeilijke methode is. Het is natuurlijk niet altijd zo dat je met eenzelfde grondtal gaat werken. Soms heb je ook macht van een verschillend grondtal. Ja, dat je zegt van, ja, sorry, maar die kan ik niet goed herleiden naar elkaar. Ik geef een voorbeeld. Een heel eenvoudig voorbeeld. 3 tot de macht x min 2 is 0. Ja, hier kan je niet zeggen van 3 en 2. Ik kan die op een eenvoudige manier, ik zeg wel op een eenvoudige manier, kan ik die herschrijven als een, ja, naar 3 of naar 2. Ja, dat gaat moeilijker, omdat 3 niet direct de macht van 2 is, hè. Ja, dan gaan we natuurlijk iets nodig hebben, hè. Ja, dan gaan we iets nodig hebben dat jullie wel kennen. Wie zou mij kunnen de oplossing geven van deze vergelijking? Ik heb bewust een heel eenvoudige genomen. Zodanig dat als opwarmertje dat dat wel moet doen zijn. Geef mij een exacte oplossing van deze vergelijking. Gebruik geen rekentoestel. Waaraan is x gelijk? Zoek het niet te ver. Lees wat er staat. Dat is een belangrijke tip. De drie log van 2, Jasper, uiteraard. Ja, meer kunnen we daar niet over zeggen, hè. Ja, wat is x? X is de macht van 3 die 2 heeft, hè. En je hebt het. En 3 log 2 kan je dan berekenen, hè, met die rekentoestel. Dat is log 2 op log 3. En dan kan je een afronding maken enzovoort. Dus ja. Dat is het maximaal haalbare. Meer kan je daar niet over doen. Hè. Verwacht je niet een mooie uitkomst. Hè. Dit is gewoon een ja, irrationaal getal, hè, waarvan dat we gewoon kunnen schrijven 3 log 2. Maar daar zijn we tevreden mee. Het is wat het is. Oké, okay, er is een vraag, denk ik. August? Wat hoor je testen wat dat was, meneer? Sorry? Wat hoor je testen wat dat was? Ah, gewoon een keer testen dat het werkt. Het werkt dus wel. Je kunt je hand opsteken nu ook. Gaat dat nu ook en ik hoor dat ook. Ik hoor zo'n seintje als je dat doet. Dus vandaar, we weten dat het werkt. Oké. Natuurlijk, voorbeeld 3 is weer een heel eenvoudig voorbeeld. Dus dat kan soms wel best wat moeilijker zijn. We bekijken samen voorbeeld 4. Omdat ik daar wel twee totaal verschillende methodes u kan tonen. En ik heb de gewoonte om die ook alle twee een keer uit te leggen. Maar ik heb wel een favoriet. Ja, dat ga je wel zien, denk ik. Voorbeeld 4. Dus hier zien we 10 keer 2 tot de x min 8 keer 5 tot de x min 2 is 0. Dus als je goed kijkt, waar staan uw exponenten x bij? Ja, die staan bij 2 en bij 5. Dus dat is weer hetzelfde probleem, hè? 2 en 5. Ik zie niet direct hoe dat ik die op een eenvoudige manier als macht van elkaar kan schrijven. Dus dat past wel in het principe macht van een verschillend grondtal. Dus ik vermoed al, ik ga een logaritme nodig hebben. Dat is eigenlijk al hetgeen dat je dan direct weet, van die logaritmes gaan nuttig zijn. Merk op, voor je eerste methode, voorbeelden 1 en 2, heb je eigenlijk geen logaritmes nodig. Hè? Ik zou dat even goed kunnen geplaatst hebben in het deeltje exponentiële functies, toen ik nog geen logaritmes had uitgelegd. Ja, dus dat is niet nodig dat je dat daar gebruikt. Nu, hoe gaan we voorbeeld 4 oplossen? Twee mogelijkheden. Eerste mogelijkheid, ja, ik noem het, ik heb het nu juist uitgevonden, maar goed, ik weet niet of dat goed is, maar het klopt wel een beetje. Log at last. Dus log helemaal op het einde. Zo zou je het moeten kunnen zien. En straks is er natuurlijk een log at first. Dus waarbij dat je eigenlijk met een log begint, zou je kunnen zeggen.
Nu, wat betekent een log op het einde? Wel, kijk goed, dus 10 maal 2 tot de x is 8 keer 5 tot de x min 2. En wat ik eigenlijk wil doen, is alles dat met x te maken heeft in één let schrijven en alles dat niets met x te maken heeft in het andere let. Dat is niet zo verwonderlijk, hè? Dat is een eigenschap die je eigenlijk ook al lang toepast. Als je daarover nadenkt, als je gewoon vergelijkingen oplost, is dat iets dat heel populair is. Dus je zorgt dat je alles met x samen hebt, alles zonder x ook. Dus in dit geval kun je zeggen, hè, eerst en vooral, kijk goed, 10 maal 2 tot de x, 8 keer 5 tot de x, en die 5 tot de macht min 2, deze 5 tot de macht min 2, ja, die heeft eigenlijk niets te maken met x. Dat is eigenlijk ook gewoon een constante factor die daar staat. Dat is 1 op 25, hè? Dus ik kan die daaruit halen. Dus als ik nu alles met x en zonder x samenbreng, degene die ik in het rood omkring, die hebben niets met x te maken, dus die breng ik samen. En degene die ik in het blauw omkring, die hebben wel iets met x te maken. En die breng ik dus ook samen in het andere lid. Dus wat krijg je dan? 250 op 8, dat is even rekenen, hè? Maar je hebt eigenlijk, ik heb ervoor gekozen om bijvoorbeeld alles naar links te brengen daar, hè? Dus 10 keer 25 is 250 en deel door 8. Dus al die rode, die maken die 250 op 8. Die blauwe, die moeten dan naar rechts, dus met andere woorden, 5x op 2 tot de x. Ja, en nu komt er een belangrijke stap, die je een beetje moet zien. Dat is een vraag voor jullie. Wat gaan we daar nu mee doen? 250 op 8 is gelijk aan 5 tot de x gedeeld door 2 tot de x. Het probleem is een beetje, ja, dat ik die x heb ik nu nog op twee plaatsen. Zo lijkt het. Maar hoe kan je het rechterlid ook nog schrijven? 5 tot de x gedeeld door 2 tot de x. Hoe kan je dat ook nog herschrijven? Ja, is er iemand die een idee heeft? Ja, inderdaad. Oké, ik heb van twee mensen, van Britt en van Helena, het juiste antwoord gekregen. Je kan dat gewoon schrijven. Ja, trouwens, 250 gedeeld door 8 is 125 op 4, als 5 tweede tot de x. En nu ben je er, hè. Nu ben je er, want nu hebben we eigenlijk hetzelfde als voorbeeld 3. Juist, hè, dat is gewoon exact hetzelfde. Dus wat is x? X is de 5 tweede log van 125 op 4. Dus log at last, hè. Helemaal op het einde neem je de logaritme. Maar eerst manipuleer je een beetje je rekenwerk. Dus je gaat niet van in het begin die logaritme gaan nemen. Je gaat hem eigenlijk pas op het einde gaan doen. En dat werkt goed. Oh, dus dat is geen enkel probleem. Je kunt dat dan weer uitrekenen met je rekentoestel, maar dat gaan we nu niet doen. Hè. Er is nog een tweede methode. Straks moet je het zelf proberen, hè. Geen probleem. Er is nog een tweede methode, dat is de log at first, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent dat je eigenlijk die logaritme veel vroeger introduceert. Ja? En dat werkt ook. Nou, we zullen een keer zien of dat eenvoudig is, wat dat jullie ervan vinden. Hè. Ik wil het u gewoon meegeven dat het ook kan. Het uitgangspunt is hetzelfde. Dus 10 keer 2 tot de x is 8 keer 5 tot de x min 2. Daar begin ik mee. Maar nu ga ik geen gedoe maken van dat scheiden van die veranderlijken. Dus ik ga niet de x'en samen, en ik ga allemaal niet doen. Voert. Ik ga gewoon links en rechts de 10 log nemen. De logaritme. Ik doe dat gewoon links en rechts. Ja. En nu ga ik gewoon mijn rekenregels toepassen. Ik heb daar heel wat rekenregels voor. Hè. De log van 10 keer 2 tot de x, ja, dat is de log van een product. Dus dat is de log van 10 plus de log van 2 tot de x. Ik kan dat links doen en ik kan dat rechts ook doen. Rechts staat er dan de log van 8 plus de log van 5 tot de macht x min 2. En wat kan het nu nog doen? Ja, bijvoorbeeld die log van 2 tot de x. Ja, die x die kan voorop. Ik kan die als coëfficiënt gaan schrijven van die log 2. Nog een rekenregel. En ik kan dat ook doen met de x min 2 aan de rechterkant. Dus ik kan, trouwens, log 10 is 1. Ja, vergeet dat niet. Log 10 is gewoon 1, hè. Wat is 10 log? Dus ik kan dat schrijven als 1 plus x keer log 2. En aan de rechterkant log 8 plus x min 2 keer log 5. En eigenlijk heb ik nu gewoon een eerste graadsvergelijking over. Hè. Kijk daar eens naar. Dat is gewoon een eerste graadsvergelijking in x. Hè. Log 2 is een getalletje, log 8 ook, log 5 ook. Dus hier staat gewoon een eerste graadsvergelijking in x. Die je ook gewoon kan oplossen. Dus. Ja, je kunt allemaal eerste graadsvergelijkingen oplossen, natuurlijk. Het is wel wat werk aan. Hè. Hier moeten nu wel weer de x'en samen gaan voegen. Ja, alles met x hè, en alles zonder x ook. Ja, in het andere lid. En dan kan je die x afzonderen en dan kan je gaan uitrekenen waaraan het dan gelijk is. En dan vind je deze uitkomst. En geloof het of niet, maar die twee zijn gelijk. Werkt ook. Nu, waar is de meest elegante methode, vind je?
Wat vind je zelf de fijnste methode om toe te passen? Meest elegant, de eerste. Hè? Ik zou ook de eerste doen. Hè? Ik bedoel, de eerste is echt wel, inderdaad, wordt bevestigd in de chat. De eerste is echt wel de methode waaraan ik ook zelf de voorkeur geef. Maar, ja, dat is dan niet aan mijn hè? Het lukt ook. Hè? Ik bedoel, je kunt. Het is trouwens een leuke oefening. Hè? Als je wilt zelf oefeningen maken, kijk, voilà. Je moet maar een keer proberen aan te tonen dat dit effectief daaraan gelijk is. Dat is een leuke identiteit. Hè? Waarom is log 8 min 2 keer log 5 min 1 gedeeld door log 2 min log 5 gelijk aan de 5 tweede log van 125 op 4? Ja, dat is een leuke oefening om dan een keer te proberen aan te tonen. Maar goed, het spreekt voor zich. Ik ga in de praktijk eigenlijk altijd de eerste methode hanteren. Ga je dan een keer zelf doen? Het is aan jullie. Doe maar. Hè. Voorbeeld 5. 3 keer 5 tot de macht x plus 1 is 15 tot de macht 2x. Probeer een keer, als tip, probeer met die eerste methode dat te doen. Dus ja, iets in die stijl zou je moeten gedaan hebben. Hè? Dus ik zie daar 5 tot de eerste, die ga ik eruit talen. En ik zie hier, dat is iets dat je met je moet zien, maar je kunt dat schrijven als 15 in het kwadraat tot de macht x. Hè? En dan ben je er eigenlijk weer in geslaagd. Hè? Dan kunnen we zeggen dat 15, 3 maal 5 is 15. 15 in het kwadraat gedeeld door 5 tot de macht x is. En dan zijn we er. X is de 45 log van 15, want 15 in het kwadraat scheelt door 5. Dat blijkt 45 te zijn. Oké. Okay. Cas, ik weet niet, foutje gewoon. Ik weet niet of er ergens iets moet misgelopen zijn, misschien in uw redenering. Dat is nogal moeilijk om dat op afstand te zien, uiteraard. Maar het werkt dus wel. Voor degenen die benieuwd zijn, kan het ook via die log at first. Dan moet je maar een keer thuis proberen als je daar zin in hebt. Als je er geen zin in hebt, moet je het niet doen. Hè? Maar het kan. En dus min log 3, min log 5 op log 5, min 2 keer log 15. Wat wel een hele goede oefening is, ja, sowieso, is bewijzen dat dit, hè, min log 3, min log 5 op log 5, min 2 keer log 15, dat hetzelfde is als de 45 log van 15. Dat is een hele goede oefening. Hè, om te zien of dat je hoe met de identiteiten en de rekenregels aan de slag kunt. Dus dat kan ik u zeker aanraden. Derde type. Oké, we hebben al twee types. Hè. Eerste was, wacht, van dezelfde grondtaal, heel makkelijk. Tweede was verschillend grondtaal. Dan ga je logaritme nodig hebben. Dan hebben we nog herleidbaar tot VKV, dus herleidbaar tot een vierkantsvergelijking. Die zijn ook vrij goed herkenbaar, je zult dat zien. Dit voorbeeld. Hè. Laat ons eens zien, dus wat zien we? 3 tot de macht 2x min 3, min 10 keer 3 tot de macht x min 2, plus 3 is 0. Kijk, wat valt daaraan op? Als je daar goed naar kijkt, ja, dat staat eigenlijk bijna een vierkantsvergelijking. Het is te zeggen, niet de gewone vierkantsvergelijking zoals jullie die kennen, hè, ax² plus bx plus c is 0. Ja, maar het is wel een beetje vermomd, zou je kunnen zeggen. Ja, en hoe zie je dat? Wel, als je het een klein beetje daar schrijft, ga je het heel snel zien. Ja, dus die 3 tot de macht 2x min 3 bijvoorbeeld, je kan dat schrijven als 3 tot de x in het kwadraat, maal 3 tot de macht min 3. Dus eigenlijk wat ik weer ga doen, ik ga weer die dingen die niets met x te maken hebben, die ga ik weer gaan lospeuteren uit die machten. Dat was eigenlijk in de vorige oefeningen ook altijd het geval. Hè? Dat is niet nieuw dat we dat doen. En we proberen weer de x, alles met x alleen te krijgen en alles wat er niets mee te maken heeft, weg te gooien. Hier ook, min 10 keer 3 tot de x maal 3 tot de macht min 2 plus 3 is 0. En wat stel je nu vast? Wel, je stelt vast dat 3 tot de x daar staat en dat daar het kwadraat staat van 3 tot de x. Dus als je nu zegt, we gaan 3 tot de x vervangen door t, dan heb je gewoon een vierkantsvergelijking. Want dan heb je t kwadraat op 27 min 10 negende t plus 3 is gelijk aan 0. VKV. Dus dat moet je een beetje proberen te zien. En typisch natuurlijk aan die vierkantsvergelijking zal zijn dat je daar ergens dat kwadraat moet in krijgen. En dat zal het verschil zijn met de vorige oefeningen. De vorige oefeningen, ja, dan had je eigenlijk bijvoorbeeld deze term niet. Ja, dan had je enkel de laatste twee termen. Ja, en dan heb je daar natuurlijk dat kwadraat niet nodig. Hè, en dan kan je dat gewoon direct herschrijven naar 3 tot de x. Ja, terwijl nu zit daar ook, naast 3 tot de x, ook 3 tot de x in het kwadraat. Vierkantsvergelijkingen kun je oplossen. Ja, als je rekentoestand mocht gebruiken, is het helemaal makkelijk. Hè, maar ook zonder moet dat kunnen, uiteraard. Dus ik bekom twee waarden, 3 en 27. Opgepast, fout die vaak wordt gemaakt, weet ik uit ervaring. Als je dat met je rekentoestel gaat oplossen, dan gaat je rekentoestel geven x1 en x2. Ja, maar niet t, hè. Dat gaat x1 en x2 zijn. Dus er zijn veel leerlingen die dan opschrijven, ah, x is 3 of x is 27. Dat is natuurlijk niet juist, hè. Want dan ben je te snel aan het gaan. Nee, je vierkantsvergelijking die is genoteerd in t.
Dus moet uw oplossing van uw vergelijking ook in eerste instantie in T worden genoteerd. En pas in tweede instantie ga je zeggen van oké, en nu gaan we T vervangen door 3 tot de macht x. Dus dat is wel een belangrijke, belangrijke extra aandachtspunt waar je moet aan werken. Dus in dit geval zal ik 2 oplossingen hebben voor x. Is er iemand die me die oplossingen kan geven? Dat is niet moeilijk, hè. Wat zijn de juiste oplossingen voor x? Dus die 3 en die 27, dat is een tussenstap, hè. Ik hoop dat je dat ziet. Maar wat zijn de uiteindelijke correcte oplossingen voor x? Eén en 3. Ja, dank u wel. Dat is genoeg bevestigd. Dus wat je moet doen is terugkeren, hè, naar 3 tot de x. 3 tot de x is 3, 3 tot de x is 27. Ja, en dan zit je eigenlijk, als je het heel theoretisch wilt, zit je nu terug in type 1, hè. Zit je terug in type macht van dezelfde grondtaal. Klopt, hè? Ja, maar goed, je ziet het op zich, hè, hier. Dus x is 1 en x is 3, en dat is opgelost. Snap je? Dus herken, hè, die vierkantsvergelijking daarin. Het is aan u. Zelf doen, hè. 9 tot de x min 3 tot de x min 2 is gelijk aan 0. Los maar op. Je mocht om je vierkantsvergelijkingen op te lossen, zou ik hier wel toelaten dat je je rekentoestel mocht gebruiken. Hè. Als je dat iedere keer moet doen met de formules, dan gaat het al saai worden, vrees ik. En lang duren soms. Dus op het moment dat je een vierkantsvergelijking hebt, dan mag je gerust zeggen van ik ga die oplossen met mijn rekentoestel. Dus doe maar en post misschien de antwoorden in de chat. Op het moment dat je dat gevonden hebt. Hoe dat gaat, hè. 9 tot de x. Ja, dat moet je een beetje zien natuurlijk. Vierkantsvergelijking. Ja, 9 is 3 in het kwadraat, hè. Dus als je dat ziet, 9 is 3 in het kwadraat tot de x, eigenlijk staat er. 9 tot de x, 3 in het kwadraat tot de x. Dus 3 tot de 2x. Maar je kunt ook schrijven 3 tot de x in het kwadraat. Dus dat is hetgeen dat je een beetje moet zien, denk ik, om de oefening op te starten, hè. En dan herken je, dacht ik toch, meteen die vierkantsvergelijking. Voilà. Dus, ja. Hier even benadrukken. Je hoeft, ik heb dat hier gedaan met die T, hè. Zie je dat? Dat hoeft niet, hè, mensen. Ik bedoel, ik heb dat ene keer gedaan om je te tonen hoe dat werkt. Maar dat betekent niet dat je iedere keer moet expliciet die T gaan vervangen door die 3 tot de x en dan met die T gaan rekenen en dan terugkeren naar... Je mocht dat van mijn part direct doen, hè. Dus ik heb het hier ook direct gedaan. Ik zie in, dat is een vierkantsvergelijking, je pakt je rekentoestel en je ziet 3 tot de x is min 1 en 3 tot de x is 2. Oké. Dus ik vind aan de rechterkant alleszins inderdaad de 3 log van 2. Dat is juist. Maar er is wel nog een andere oplossing, of niet? Wat kunnen we zeggen over dat link? Dat is toch nog een andere oplossing, of niet? Waarom vermelden jullie maar 1 oplossing? Kan daar iemand een verklaring voor geven? Het is juist, hoor, dat je maar 1 oplossing hebt. Dat is juist. Maar waarom gaat die linkerkant niet? Is daar iemand een verklaring voor? 3 log 2. Dat is juist. Maar er staat ook nog 3 tot de x is min 1. En dan moet er dus ergens wel een verklaring zijn omdat dat niet gaat. Ja, min 1 is negatief, hè? Ja, inderdaad. Julie merkt op, 3 tot de x is altijd positief, uiteraard. Ja, dus met andere woorden, je kunt niet gaan zeggen van 3 tot de x is gelijk aan min 1. Ja, dat gaat niet, hè. Ik bedoel, je gaat daar geen oplossingen voor hebben. Hè. Zo zeggen de 3 log van min 1, maar 3 log van min 1, dat bestaat niet. Dus let daarmee op, hè, dat je geen oplossingen toevoegt die er geen zijn. Hè. Prima. Dus x is 3 log 2. Is gelukt. Nog een keer, stel ik voor. Dat is wel een belangrijk type. We gaan dat wel nog een paar keer tegenkomen. Dus doe maar, hè.
Als er mensen zijn die een oplossing hebben, dan mag je dat gerust in de chat posten. Hè. We zien, we hebben gezien. Oeh ja, met al een paar verschillende dingen. 5/4 en 1/5. Dan denk ik, Cas, dat jij een beetje in de val getrapt bent, dat je nog iets verder moet rekenen. Ja, ik vermoed, Cas, dat je op goede weg bent, maar dat je nog niet klaar bent. Denk ik. Als ik dat bekijk. En Robbe, die heeft ook een oplossing gevonden. Ziet er goed uit. Oké, we gaan een keer proberen. Hè? Dus opnieuw, het is weer hetzelfde. Hè? Het is iedere keer hetzelfde, mensen. 5 tot de 8 min 2x + 1. Ik zie daar 5 tot de 1e. Ik zie 5 tot de 2e. Ja? En 5 tot de min x. Hier ga ik ervoor kiezen, maar dat is, je hoeft dat niet te doen, je kan ook 5 tot de x kiezen, maar ik vind het hier logischer dat je 5 tot de macht min x gaat kiezen als t. Ja, en niet 5 tot de x. Nu, wil je toch 5 tot de x kiezen, dat gaat ook, maar dan ga je natuurlijk moeten, ja, dan ga je 1 over t hebben en daar 1 over t kwadraat. Dat gaat ook, hè. Maar ik vind dit het meest logische. Dus vanaf, dan heb ik daar die t staan, hè. Dus dan kan ik dat gaan oplossen. Dit is een vierkantsvergelijking, hè. Dus dat is vkv. Dus dan bekom ik 5 en 4/5. Dus ik denk, Cas, je had 5/4 en 1/5. Dus bij jou is dat omgekeerd. Waarschijnlijk heb je met die min ook geen rekening gehouden. Dus dat is wel iets dat wel belangrijk is. Hè. Het staat dan nu 5 tot de min x en niet 5 tot de x uiteraard. Hè. Dan moeten we die vergelijkingen nog oplossen. Ja, die linkerkant is geen probleem uiteraard. Hè. X is min 1. En die rechterkant, ja, dat is macht van een verschillend grondtal. Dus daar ga je een logaritme nodig hebben. Hè. Dus dan heb je min x is de 5 log van 4/5 en x is min 5 log 4/5. Oké, dus zo kan je die vergelijkingen terugvinden. Dus het is, ja, ik heb het u gezegd, het is wat technisch. Hè. Ik noem dat is pure skills, dat zijn pure technische wiskundige vaardigheden. Het herschrijven van die vergelijkingen totdat ze eigenlijk in een vierkantsvergelijkingsvorm staan en dan er verder gaan mee rekenen. Ja, zo moeilijk is dat niet, maar het is wel even werken, dat moet ik toegeven. Systeem duidelijk, hoe dat werkt. Ik denk dat dat belangrijk is. Hè. Er staan bijvoorbeeld ook, als je de huistaak zou bekijken, ga je zeker zien dat daar ook een extra oefening over te vinden is. Hoor. Dus je gaat dat zeker nog terugvinden. Dan gaan we naar logaritmische vergelijkingen. Laat ons nog even verder doen. Misschien de intro van logaritmische vergelijkingen. Dus we hebben de exponentiële gehad. Er bestaan ook logaritmische. Ja. Ja, natuurlijk is dat een groot verschil in die zin dat die logaritmische vergelijkingen, dat je dan dat ja, log gewoon gaat zien optreden. Hè. Dat is nogal evident. Ja. Dus de 4log van x plus 3 plus de 4log van x min 3 is gelijk aan 2. Ja, bijvoorbeeld, ik wil deze vergelijking gaan oplossen. Het spreekt voor zich, rekenregels gaan hier heel belangrijk zijn. Hè. Bijvoorbeeld in dit geval, ja, daar kan je perfect vrij snel 1 logaritme van maken. Heeft er iemand een idee hoe dat kan? Hoe kunnen we van deze uitdrukking 1 logaritme maken. Dit is eigenlijk de 4 log waarvan? Gebruik uw rekenregels, die gaan belangrijk zijn in dit stukje. Meneer? Ja? Kan dat 4 log x min 3 tot de tweede? Ah nee, laat maar. Nee, dat is niet juist. Nee, ja. De 4 log van x tot de tweede min 3 tot de tweede? Ja, de 4 log van x kwadraat min 9. Er was trouwens nog een opmerking in de chat van Helena. Helena die bekwam de 1/5 log van 4/5 uit als tweede oplossing. Helena, dat is ook juist. Hè? Want als jij jouw oplossing eventjes verandert van grondtal, dus naar grondtal 5 gaat, dan heb je de 5 log van 4/5 gedeeld door de 5 log van 1/5. En de 5 log van 1/5 is uiteraard min 1. Dus dan heb je hetzelfde resultaat
als Robbe. Hè? Robbe die schreef x is de min 5 log van 4 vijfde. Dus Helena, jouw resultaat dat jij daar vermeldt in de chat is ook correct. Ja. Hier dus inderdaad, hè, de 4 log van x plus 3 maal x min 3, dus x kwadraat min 9 is 4 log. Ja, en dit moet je een beetje zien uiteraard. We willen weer appels met appels en peren met peren vergelijken. Dus je zou dat kunnen schrijven als 4 log 4 kwadraat. Ja. Eigenlijk is die stap niet nodig. Je zou ook kunnen zeggen van dat is gewoon 2 en zo kan je ook verder rekenen. En dus x kwadraat met 9 is 16. Ja. Ik moet toegeven hier. Hè, ik heb hem vorige week gemaakt, de PowerPoint. En soms gaat het licht. Ja, nu zie ik dat het eigenlijk niet nodig is. Hè. Ja, hier kun je, dit kan eigenlijk, als je dat gewoon 2 laat, dan staat er de 4 log van x kwadraat met 9 is 2. Ja, en dan heb je dus ook dat x kwadraat met 9 4 in het kwadraat is. Hè. De macht van 4 die x kwadraat met 9 heeft is 2, dus x kwadraat met 9 is 16. Wat je ook kan doen, ja, het is juist hè, wat er staat. Je kan ook zeggen, ik ga die 2 herschrijven als 4 log 4 kwadraat. En dan zie ik, ja, als de 4 log van x kwadraat met 9 de 4 log van 4 kwadraat is, dan moet x kwadraat met 9 gelijk zijn aan 4 kwadraat. Dat is ook juist. Hè. Het is niet fout hè, wat er staat, maar op zich is die nodig. Hè. Je mag gewoon die 2 laten staan en gewoon lezen wat er staat. Oké, wat vinden we voor x? Iemand een voorstel? Daar heb je geen rekentoestel voor nodig, dacht ik. 5 wordt opgemerkt. Min 5 beweert Anke ook. Ja, in principe wel, hè. X kwadraat is 25, dus x is plus of min 5. Maar, er is daar toch iets mee aan de hand. Ik beweer dat die min 5 toch niet kan. Wie zou mij kunnen zeggen waarom? Waarom kan die min 5 niet? De 4 log van iets negatiefs. Inderdaad. Kijk goed. Voor x gelijk aan min 5 staat er de 4 log van min 2 plus de 4 log van min 8, die moet gelijk zijn aan 2. Nou, dat kan niet haast. We kunnen een logaritme nemen van een negatieve taal. Ah, leuke vraag voor jullie. Hoe gaan we dat probleem oplossen? Eigenlijk is dat een betand, hè. We zijn aan het rekenen en dan moeten we achteraf gaan kijken, dan moeten we het achteraf gaan controleren. Je zou dat zo kunnen doen. Nu, ik beweer dat je dat van in het begin kunt oplossen. Wat gaan we moeten gebruiken? Het is iets dat je kent vanuit een ander hoofdstuk. Ik zoek een begrip dat we kennen vanuit een ander hoofdstuk. Ja, ik heb iets gehoord, wat zat vers, hè? Maar ik heb iets gehoord. En inderdaad, een bestaansvoorwaarde. Dat klopt. We gaan een bestaansvoorwaarde eisen. Dus eigenlijk, dit kan niet. Daar zijn we mee akkoord. En de oplossing is dat je een bestaansvoorwaarde doet. Van in het begin, hè, mensen. Dus dat je eigenlijk van in het begin zegt, ja, als ik die vergelijking bekijk, 4 log x plus 3 plus 4 log x min 3 is 2, ja, dan heb ik daar een bestaansvoorwaarde, namelijk x plus 3 moet groter zijn dan 0 en x min 3 moet ook groter zijn dan 0. Ja. Nu, kortweg, wat is de strengste van die twee? Wat is de strengste van de twee? De eerste of de tweede? De strengste. Moet je eisen dat x moet groter zijn, moet je eisen dat x groter is dan min 3 of moet je eisen dat x groter is dan 3? De tweede, hè? Ja, dus je moet eisen dat x groter is dan 3, maar dan is automatisch x ook groter dan min 3 en niet omgekeerd. Dus dan weet ik, ah, mijn oplossingen die ik vind, die moeten voldoen aan x is groter dan 3. Sowieso. Ja? En dus dan weet je uiteraard, als je daar twee oplossingen vindt, plus of min 5, dat die tweede min 5 gewoon vervalt. Dus de goede gewoonte zal zijn dat we de bestaansvoorwaarden van in het begin gaan opleggen. Ja, zodanig dat we later niet in de problemen komen en eventueel te veel oplossingen gaan opschrijven. Dat is een goede gewoonte. Dus check dat nu maar een keer. X gelijk aan min 5 vervalt. Dus dan heb ik maar één oplossing, namelijk x gelijk aan 5. Oké? Voorbeeld 2. Als je dat bekijkt, ja, dat is een groot verschil. En hoe gaan we dat nu oplossen? Hè? Dat is een beetje de vraag. Heeft iemand een voorstel hoe dat we dat gaan doen? Ik denk dat iedereen wel door heeft. Hè. Trouwens, hè, bestaansvoorwaarden, dat weten we ook. Die kunnen we eigenlijk al opschrijven. Vanaf nu doen we dat in het begin. Hè. Dus we gaan onze bestaansvoorwaarden bij een logaritmische vergelijking altijd in het begin gaan noteren. Maar kop, bij exponentiële vergelijkingen heb je dus geen bestaansvoorwaarden. Hè, want exponentiële functies zijn overal gedefinieerd, herinner u. Oké, heeft iemand een voorstel? Bestaansvoorwaarden kunnen aanvullen, enerzijds. Anderzijds, heeft iemand een voorstel dat we het probleem, ik beweer dat er een probleem is,
hoe dat we dat gaan kunnen oplossen. Maar we kunnen niet zoals in voorbeeld 1 meteen onze rekenregels gaan toepassen. Oké, Helena, Helena, maar top. We gaan naar dezelfde grondtal. We kiezen 4 uiteraard. Dat is een goede keuze. Niet 1 vierde kiezen, hè, mensen. Dat maakt het moeilijker. Ja. En Charlotte merkt op, 1 vierde log x plus 3 is min de 4 log van x plus 3. Dat klopt, hè? Ja, dat is inderdaad dezelfde redenering. Daar ga je inderdaad een ander rondtal gaan kiezen. Dat is juist. Iemand die de bestaansvoorwaarden kan opmerken? Ik heb ze al staan, sorry. X is groter dan min 3, hè? Je hebt 2 keer hetzelfde. X plus 3 is groter dan 0. 2 keer, dus kortweg. X is minstens min 3. Oké, onze 2 grondtallen zijn verschillend. We gaan ze gelijk maken. Dat doe je zo. Dat weten jullie. De 4 log van x plus 3 is de 4 log van 1 vierde. De 4 log van 1 vierde is min 1. Dus ik krijg 4 log x plus 3 plus 4 log x plus 3 is gelijk aan 2. En dan hebben we eigenlijk eenzelfde oefening als in voorbeeld 1. Hè. Dus doe maar, los maar op. Hè. Wat levert dat als oplossing? Dus de voorbeeld 2 iets moeilijker, omdat je daar natuurlijk je grondtal moet gaan veranderen eerst. Maar dat is niet echt een verrassing dat dat erin zit. Hè. We weten dat we dat kunnen, dus... Dus je mag de oefening verder oplossen en uw eventuele oplossing die je bekomt in de chat noteren. Want Charlotte beweert x is gelijk aan 1. Dan zien we al, wordt dat een beetje bevestigd. Oké, dat wordt bevestigd. Dat zal wel juist zijn dan. Hè. Dus we gaan een keer kijken. Ik heb dat zo gedaan. Eigenlijk staat daar gewoon 2 keer 4 log x plus 3 is 2. De 2 valt weg. 4 log x plus 3 is 1. Dus x plus 3 is 4 en x is 1. Ja, dat is juist. Hè. Je kon ook schrijven 4 log x plus 3 kwadraat is 2. Dat ging ook gaan. Je maakt het dan iets moeilijker, vind ik. Hè. Dus eigenlijk niet nodig. Hè. Je kan gewoon zeggen, er staat 2 keer hetzelfde. En zo kan je verder rekenen. Prima. Voldoet aan de bestaansvoorwaarden. Dus dat is duidelijk. Hè. X is inderdaad groter dan min 3, dus die x gelijk aan 1, die mag behouden worden. Voorbeeld 3. Nog een ander voorbeeld, waarbij het ook een logaritmische verlegging betreft, maar waarbij bijvoorbeeld de veranderlijke in het grondtal zit. Dat kan ook, hè. De x min 5 log van 9 is 2. En ik zoek x. Dat gaat, hè. Ik bedoel, je hoeft niet altijd de veranderlijke in uw argument hè, na de logaritme te steken. Hè. Je kan dat eigenlijk overal steken als je wil. Dus ook in het grondtal. Bestaansvoorwaarden, laat ons daarmee beginnen. Als x min 5 een grondtal is, ja, wie kan mij zeggen wat de bestaansvoorwaarde is van deze, van dit voorbeeld dan? Daar is ook een bestaansvoorwaarde aan verbonden. Hè? Wat zou die zijn? Helena beweert, er is geen bestaansvoorwaarde, als ik het goed lees. X mag alles zijn. Dat is niet waar. Is wel degelijk een bestaansvoorwaarde. Wat, waaraan moet je grondtal nu weer voldoen? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen. Grondtal en een logaritmische functie, waaraan moet dat nu weer voldoen? Het kan niet zomaar gelijk wat zijn. Hè? Het grondtal mag niet 5 zijn. Dat is juist. Maar er zijn nog heel wat dingen wat het grondtal niet mag zijn. Hoor. Dus dat is maar één van de oneindig veel waarden die het x niet mag aannemen. Dus wat zijn er? Wat zijn, kan er iemand vollediger zijn? Wat mag x nog niet zijn? R plus 0? Nee, dat is niet juist. Maar als het gaat over uw grondtaal wel, maar ik vraag eigenlijk wat x niet mag zijn. Hè? Pas op, hè. Ali, wie kan preciezer zijn? Min oneindig tot 5. Toegelaten of niet toegelaten? August. Is min oneindig tot 5 toegelaten? Niet toegelaten. Oké, we zijn er bijna. Dus bestaansvoorwaarde moet zijn, x min 5 moet positief zijn. Dus x moet minstens 5 zijn, zoals August beweert. Maar, pas op, er is nog iets. Hè. Uw grondtaal mocht ook niet 1 zijn. Dat heeft er niemand opgemerkt. Maar uw grondtaal mocht ook niet gelijk zijn aan 1, hè. Een grondtal 1, dat is geen logaritmische functie, dat is een constante functie. Dus met andere woorden, er zijn eigenlijk wel wat beperkingen. Hè? Dus x moet minstens 5 zijn, dus van 5 tot plus oneindig, maar niet 6. Ja,
4 mag wel, hè? Nee, 4 mag ook niet, sorry. Kaspar-Meleren merkt op. 4 mag niet, ja, uiteraard niet, hè? Want 4 is kleiner dan 5. En nu x moet groter zijn dan 5. Oké. Okay. Dus, met andere woorden, bestaansvoorwaarden. Let erop, als je x in je grondtaal zet, kan je wel degelijk heel wat voorwaarden hebben, hè? Dus dat is dan een vrij complexe voorwaarde. Het oplossen zelf is 2 keer niet, hè? Dat is niet zo moeilijk. Je leest gewoon wat er staat. De macht van x min 5 die 9 geeft is 2. Dus x min 5 in het kwadraat is 9. Dat is geen enkel probleem. En dan kan je daar x uit halen. Hè? Maar kop, reken hier alsjeblieft de haakjes niet uit. Doe dat niet. Ga niet x kwadraat min 10x plus 25 gaan doen. Nee, x min 5 in het kwadraat is 9, dus x min 5 is plus of min 3. Gaat veel sneller. Ja, als je die haakjes gaat uitrekenen, dan maak je daar een echte vierkantsvergelijking van. Dan heb je daar veel meer werk mee, dus niet doen, hè, zou ik zeggen. En ik heb 2 mogelijkheden, x is 8 of x is 2. Maar natuurlijk, die 2 kan niet. Dus die valt weg en ik behoud x gelijk aan 8 als unieke oplossing van dit verhaal. Oké, dus eigenlijk bij logaritmische vergelijkingen, ja, 3 verschillende voorbeelden, van makkelijk naar iets moeilijker, denk ik. Dat het daarop neerkomt, waarbij dan ook de x op verschillende plaatsen optreedt, verschillend grondtaal, ook een keer in het grondtaal zelf de x laten optreden, dat kan dus inderdaad ook. Oké, dan hebben we nog de ongelijkheden. Laten we dat ook nog even behandelen. Dus net zoals dat we vergelijkingen hebben, hebben we ook exponentiële en logaritmische ongelijkheden. En die zijn op zich niet zoveel lastiger, maar we moeten wel oppassen voor 1 belangrijk aspect waar heel veel fouten worden gemaakt. Ik heb dat voor u even samengevat in een, denk ik toch, overzichtelijke grafieken. Hè. Eerst en vooral, vooraf zou je moeten weten, stijgende functie. Ja. En hier moest er staan een dalende functie, iets aan een foutje. Hè. Dus een stijgende functie noemt men orde bewarend. Ja. Stijgend betekent x1 kleiner dan x2, f van x1 kleiner dan x2. Een dalende functie, dat is een foutje. Dat moet een dalende functie zijn, die noemen we orde omkerend. Nu, ik zal u direct tonen met 2 tekeningen wat ik bedoel. Dus de 2 gevallen zijn orde bewarend en orde omkerend. Dat zijn woorden die jullie waarschijnlijk nog niet zo goed kennen, maar die zijn wel goed gekozen, vind ik. Orde bewarend is eigenlijk een synoniem voor stijgend. Orde omkerend is een synoniem voor dalend. Ja, dus dat is eenvoudig. En we weten wat er aan de hand is. Hè. Als je spreekt over exponentiële en logaritmische, ja, dit is een exponentiële, dit is de gespiegelde, de logaritmische. Dit is ook een exponentiële, maar dalend, en dit is de gespiegelde, logaritmische, die dan ook daalt. Het verschil tussen de 2 gevallen, dat wordt uiteraard gemaakt door het grondtal. Dat weten jullie ook. Hè. Links is het grondtal groter dan 1, rechts is het grondtal tussen 0 en 1 gelegen. Ja, dus op zich is dat niet zo spectaculair. Nu, wat bedoelen we met orde bewarend? Ja, het staat er eigenlijk boven, maar je kan het ook heel goed zien op de grafiek. Een stijgende functie die bewaart de orde. Dus als een x1 kleiner is dan een x2 op de x-as, dan gaat dat ook voor de functiewaarden zo zijn. Dus f van x1 gaat kleiner zijn dan f van x2. Dat klopt. Ook hier, bij een logaritme klopt dat ook. X1 is kleiner dan x2, dan is f van x1 kleiner dan f van x2. Dus de orde wordt bewaard door het toepassen van de functie. Nu, wat is dan orde omkerend? Wat spreekt voor zich uiteraard, als je kijkt naar het dalend aspect. Hier is x1 kleiner dan x2, bij die exponentiële, dat klopt. Maar we stellen vast dat, omdat de functie daalt, dat f van x1 wel degelijk groter is dan f van x2. Dus de orde wordt omgekeerd. X1 kleiner dan x2, f van x1 groter dan f van x2. Dat geldt voor de exponentiële, dat geldt ook voor de logaritmische. X1 is kleiner dan x2, f van x1 is groter dan f van x2. Ja, let op, hè, mensen, dat hier is een negatieve kant. Dus dat betekent inderdaad f van x1 is groter dan f van x2. Dit verschil tussen is het een orde bewarend geval of een orde omkerend geval is superbelangrijk bij het oplossen van ongelijkheden van exponentiële en logaritmische vorm. Ik ga dat illustreren met een paar voorbeelden. Ja? Dus exp en log, dat wisten we. Bijvoorbeeld. Eerste voorbeeld, ik ga deze ongelijkheid oplossen. 4 tot de macht 2x plus 1 is kleiner dan 1 gedeeld door 64. Oké. Okay. Ongelijkheden, vergelijkingen. De types blijven eigenlijk hetzelfde. Hè? Wat zou hier een goede manier zijn om verder te gaan, denk je? Is er iemand een voorstel? Wat zou een goede manier zijn om het vervolg te maken van deze oefening? Zelfde grondtal, uiteraard. Hè. Dus we kunnen hier
toewerken naar dezelfde grondtal. 4 is hier haalbaar, hè, want 4 tot de derde is 64. Dus dat is eigenlijk snel gedaan. 4 tot de macht 2x plus 1 is kleiner dan 4 tot de macht min 3. Oké, nu komt het. Grondtallen gelijk, dus we gaan overschakelen op de machten. Dus we gaan overschakelen op 2x plus 1 en min 3. Nu, in dit geval is uw functie orde bewarend, omdat uw grondtal groter is dan 1. Juist, hè, dat is een stijgende functie. Dus die functie is orde bewarend, dus dat betekent dat 2x plus 1 kleiner is dan min 3. Snap je? De orde, als je overgaat naar de machten, 2x plus 1 en min 3, dan gaat die orde bewaard worden. Waarom? Omdat uw grondtal groter is dan 1 en dus uw functie stijgt. We gaan straks voorbeelden zien waarbij dat we kiezen voor een grondtal dat kleiner is dan 1 en dan gaan we moeten oppassen, hè, want dan gaan we in het orde omkerend geval zitten. Hier is dat niet zo moeilijk, hier kan je verder, 2x plus 1 is kleiner dan min 3, dus dit kan je verder gaan oplossen. Hè. Wat vind je dan voor x? Heeft daar iemand een voorstel? Laat ze gewoon een eerste graadsongelijkheid oplossen, dat kan niet echt een probleem zijn, dacht ik. Wat is de oplossing van deze eerste graadsongelijkheid? Welke waarden kan x aannemen? Min 2 staat er, ja goed, maar hè, ik wil wel weten, is x groter dan min 2, kleiner dan min 2, kleiner of gelijk aan min 2, groter of gelijk aan min 2. Dus x is kleiner dan min 2, dat klopt. Ja? Dus dan heb je dan opgelost. Maar kop, het is een exponentiële, dus geen bestaansvoorwaarden. Hè? Ja, de bestaansvoorwaarden die ga je eigenlijk enkel gaan gebruiken bij logaritmische vergelijkingen en ongelijkheden, dus niet bij exponentiële. Dus de oplossing is gevonden, x is kleiner dan min 2. We geven een voorbeeld van het feit, wanneer we te maken hebben met een orde omkerend geval. Ja? Laat ik u zien. Bijvoorbeeld dit geval. Hè? 2 vijfde tot de macht min x plus 1 is groter dan 25 op 4 tot de macht 2x. Stel u voor dat je de keuze maakt, we gaan voor het grondtal 2 vijfde gaan. Dat hoeft niet, hè, mensen. Je zou ook voor het grondtal 5 tweede kunnen gaan. Ja, dat is een goede oefening voor thuis om, dit voorbeeld straks een keer uit te rekenen als je grondtal 5 tweede zou genomen hebben. Maar ik ga nu 2 vijfde nemen. Dus wat moet ik dan doen? Ik moet aan de rechterkant herschrijven naar 2 vijfde. Nu, 25 op 4, dat is eigenlijk 2 op 5 tot de macht min 2. Hè? Dus je moet omkeren en kwadrateren. Dus je kan dat vrij snel doen. Hè? Je kan schrijven 2 vijfde tot de macht min x plus 1 is dus groter dan 2 vijfde tot de macht min 2 tot de macht 2x. Macht van de macht, rechterkant, dus dat kan je vereenvoudigen. Dus 2 vijfde tot de macht min x plus 1 is groter dan 2 vijfde tot de macht min 4x. Maar nu komt het. Mijn functie, die hier exponentieel is, die heeft als grondtal 2 vijfde. 2 vijfde, dat is een getal dat kleiner is dan 1. Dus dat betekent dat de grafiek daarvan orde omkerend is, dalend. Orde omkerend betekent, als ik overga op die x, dat ik die orde dus ook moet veranderen. Dus min x plus 1 moet kleiner zijn dan min 4x. En dat is natuurlijk de valstrik. Hè? Er zijn veel leerlingen die dat gewoon vergeten. Ja, die zeggen van, oh, die orde wordt altijd bewaard. Nee, dat is niet waar. Het hangt af van je grondtal. Natuurlijk, mocht jij gekozen hebben voor het grondtal 5 tweede, wat ook kan, dan ging je dus in het orde bewarende geval gezeten hebben. En dan ga je natuurlijk wel in die end hetzelfde uitkomen als eindresultaat. Maar je tussenstappen gaan er iets anders uitzien. Snap je? Dus heel belangrijk is altijd bij ongelijkheden, maak dat verschil en probeer na te denken van, ja, wat ga ik doen? Ga ik naar een grondtal groter dan 1 of ga ik naar een grondtal kleiner dan 1? En besef goed, als je naar een grondtal kleiner dan 1 gaat, dat je dan gaat moeten opletten, eens dat je uw orde gaat moeten, of eens dat je overgaat op je machten, gaat je uw orde moeten omkeren. Dat is eigenlijk de essentie. Die laatste ongelijkheid oplossen, dat is geen enkel probleem meer, dat gaat snel. En je vindt dat x kleiner is dan min 1 op 3. Snap je? Opnieuw geen bestaansvoorwaarden uiteraard, want het is een exponentiële. Datzelfde verhaal, dat treedt eigenlijk ook op bij logaritmische. Juist op dezelfde manier. Dus laten we eens samen kijken naar voorbeeld 3. Ja, is een logaritmische ongelijkheid. Oké. Okay. Wie zegt mij hoe dat we gaan starten? Om deze ongelijkheid op te lossen. Ja, we gaan moeten een bestaansvoorwaarde stellen. Dat is een logaritmische, hè?
Dus als je bij exponentiële heb je dat niet, maar bij logaritmische ga je een bestaansvoorwaarde hebben. Oké, doe maar, hè. Wat is de bestaansvoorwaarde van deze ongelijkheid? X is strikt groter dan 5. Dank je dan. Dus bijvoorbeeld 10 is toegelaten, Cas. Maar als ik 10 invul, dan vind ik daar de vier log van min 5. Oké, er is een ander voorstel. X is kleiner dan 5. Oké. That's it. En groter dan 0. Ja, we zijn er. Hè. We hebben twee voorwaarden. Hè. Dus je moet goed kijken. Altijd gaan kijken waar staat mijn x overal. Dus ik vind hier 5 min x, dat moet positief zijn. En ik vind hier x, die moet ook positief zijn. Dus dat betekent x ligt tussen 0 en 5. Ja? Dus een heel kleine die bestaansvoorwaarde heeft mij een heel klein domein op, zou je kunnen zeggen. Een heel, heel kleine verzameling waarin dat we kunnen gaan werken. Oké, alles tussen 0 en 5 is goed. Dat gaan we onthouden. Nu moeten we aan de slag. Wat is een volgende stap? Wie ziet een volgende stap? Denk aan wat je nog weet van vroeger, hè, mensen. We hebben maar logaritmes al heel vaak. Alles op 4 log, dat is juist. Ah, maar dan moeten we die 1 op 4 log kunnen zetten. Hè. Maar 1 is, dat is niet zo moeilijk, 4 log 4. En we zijn vertrokken. Hè. Zie je? Dat is dat verhaal van die geïsoleerde 1. Hè. Onthoud altijd zo'n geïsoleerd getal, of dat nu 1, 2 of 3 of gelijk wat is. Je kunt dat altijd gaan samenvoegen in die logaritmes. Hè. En dat is ook hier weer heel belangrijk, uiteraard. Dus we gaan dat doen. Hè. Dus 4 log 5 min x is groter dan 4 log 4 plus 4 log x. Ja, het spreekt voor zich. Aan de rechterkant gaan we nu een rekenregel toepassen. 4 log 5 min x is groter dan 4 log 4x. Oké. En nu de grote vraag. De 4 logs zijn gelijk. Ik heb hetzelfde grondtal. Dus ik wil overgaan op die 5 min x en die 4 x. Moet mijn orde veranderen of niet? Is het groter dan of wordt het kleiner dan? Wat denk je? Zal mijn orde hier moeten veranderen of niet? Is dit dus een ordeomkerend verhaal of een ordebewarend verhaal? En waarom is dat zo? Hoe zie je dat? Wat denken jullie? Ik had u al verklapt, en we hebben daar straks ook gezien, dat het verhaal van de exponentiële functies identiek is aan de logaritmische. Dus het is heel makkelijk te onthouden. Dat betekent... in dit geval... orde omkerend of orde bewarend... orde bewarend, hè. Ah ja, want 4 is groter dan 1. Ja. 4 log x is orde bewarend. Dat is een stijgende functie, maar mijn grondtal is groter dan 1. Dat is het enige waar je moet opletten. Dus dat betekent 5 min x is groter dan 4 x. En dan kun je uw ongelijkheid gaan oplossen. Iemand die dat doet voor mij? Wat is de oplossing van die ongelijkheid? Ik hoop dat dat nog heel vlotjes kunt, hè, mensen. Een eerste graads ongelijkheidje. Zorg dat dat goed gaat, hè. Wat betekent dat voor x? 5 min x is groter dan 4x. Probeer ook al niet alleen de ongelijkheid op te lossen, maar ook de link te leggen met uw bestaansvoorwaarde. Dat moet lukken. Hè? Je hebt ook nog een bestaansvoorwaarde, x ligt tussen 0 en 5. Vergeet dat niet. Dus wat is dan het uiteindelijke resultaat? Dat is een beetje de vraag. In welk interval zitten we?
Tussen 1 en 5. Klopt dat? Is iedereen akkoord? We gaan eens zien of dat bevestigd wordt. Dus 0 en 1. Ja, dus er is blijkbaar wel. Hè. Pas op, bij mensen. Die 5 met x groter dan 4x, dat betekent dat x kleiner is dan 1. Hè. Maar als x kleiner is dan 1 en tussen 0 en 5 moet liggen, dan is kortweg x een element van 0. Oké, dat is kwestie dat je dat op de juiste manier doet. Hè. Moet lukken. Laatste slide voor vandaag. Dan moet dat volstaan. De laatste oefening van deze slide trouwens, ja, die is nogal kort door de bocht. En die zijn dus, ik heb niet alle tussenstappen vermeld. Dus je zou er goed aan doen om dat ook al een keer zelf dan te proberen. Hè. We gaan deze ongelijkheid nog een keer oplossen. Dus de 1 derde log van 2x min 3 is kleiner dan 1. Oké. Dus, ja, starten. Schrijf maar in de chat hè, hoe dat we daarmee starten. Bestaansvoorwaarde, dat is juist. Wat is de bestaansvoorwaarde? Iemand een voorstel voor de bestaansvoorwaarde van dit voorbeeld? X is groter dan 3 tweede, dat is juist. Ja, 2x min 3 groter dan 0, dus x is minstens 3 tweede. Goed, volgende stap. Eén als log schrijven. Goed. En dus de 1 derde log van 1 derde. Dat typt nogal moeilijk. Dus ik snap je bedoeling. Dus 1 is de 1 derde log van 1 derde. En nu? De 1 derde log is voldaan, links en rechts. Dus we hebben twee keer hetzelfde grondtal kunnen nemen. Dus we willen overgaan op het argument. Dus op de 2x min 3 en de 1 derde. Is het orde bewarend of orde omkerend? En nu is het orde omkeren. Hè. Uw grondtal is kleiner dan 1. Voilà. Dus 2x min 3 is groter dan 1 derde. En dan is het oplossen. Hè. Zie je? Dus, zo lastig is dat uiteindelijk niet. Hè. Het is gewoon een kwestie van dat te onthouden. Dus doe maar. Hè. Los maar op. Hè. En hou rekening met uw bestaansvoorwaarden om uw uiteindelijk antwoord te posten. X is minstens 5 derde. Ja, en hebben we dan al rekening gehouden met de bestaansvoorwaarde 3 tweede? Dus dan moeten we misschien eventjes rekenen. Hè. Want er is ook nog een bestaansvoorwaarde, vergeet dat niet. Heeft die een invloed of heeft die geen invloed? Geen invloed, ja. Dat is juist, dat klopt. Dus als je die rechtse uitrekent, dan heb je x is groter dan 5 derde. En nu moet je met je rekening houden, wat is nu de strengste van de twee? Hè? En daarvoor moet denk ik, ja, als je moet op gelijke noemer zetten. Hè? Dus x is groter dan 3 tweede, dat wil zeggen 9 zesde. En x is groter dan 5 derde, dat wil zeggen 10 zesde.
Dus ja, als je eist dat x groter is dan 10 zesde, dan zal x ook groter zijn dan 9 zesde. Maar niet omgekeerd. Dus je haalt daaruit dat x moet groter zijn dan 5 derde. Ja, prima. Goed gedaan. Oké,